Ja, vandaag bij het IKC Kormarant geopend het nieuwe schoolplein waar al heel lang op gewacht werd. Ja, Tineke Straver, u bent hier ontzettend trots op. Ik ben hier heel erg trots op. We hebben hier 4 jaar lang aan gewerkt. Ja, laten we eens even, zullen we eens even doorlopen wat we allemaal zien? Prima. We beginnen hier bij de katamaran. Ja, hier hebben we tegels weggehaald. En het hele stuk is omgesplit en er zijn plantenbakken neergezet en schorslichter. Waardoor kinderen gewoon lekker kunnen spelen met boomstammen, kunnen bouwen. Dat hele stuk eigenlijk is schooltuin geworden. Het is een plek ook om te chillen, maar ook gewoon om lekker te spelen. Er staat een bankje waarin ook lesgegeven kan worden. Er is een podium waarop kinderen kunnen optreden. Een tribune is er aan de andere kant van de heuvel. We zien hier die heuvel, hè? Want ja. Die is helemaal nieuw. Die is helemaal nieuw. Die is opgebouwd uit zeg maar, de aarde en het zand dat van het plein kwam. Er is een soort, het lijkt natuurlijk, maar het is een speelvloer. Het is dus ook een dempende vloer opgelegd. En kinderen kunnen dus omhoog klimmen via de boomstammen. Via de touwen kunnen ze zich omhoog trekken. De glijbaan, de kikkerstapjes. Ze kunnen er bovenop zitten, ervan afrennen. Dat doen ze zeker ook. En aan de andere kant zijn ze echt altijd aan het spelen en het doen. En daardoor krijg je ander spel. Ja. Kinderen zijn zo druk bezig dat ze eigenlijk geen tijd hebben om ruzie te maken, zeggen we dan. Dat moeten ze ook helemaal niet doen eigenlijk. Nee, natuurlijk niet. We schuiven een stukje op en dan kijken we naar een heleboel zand. Een soort strand. Ja, het lijkt een strand, maar er staat een heel groot speeltoestel op dat speciaal is voor de midden- en de bovenbouw. Vaak heb je op schoolpleinen speeltoestellen voor de kleuters en vergeten we dus de oudere kinderen die het ook heerlijk vinden, dat kan je nu ook zien, om eraan te hangen en om te spelen. Het zijn ook wel kleuters die bovenin klimmen, maar die merken wel hoe hoog ze gaan niet zo hoog als ze durven. Ze kijken wel van wat ze doen en wat ze durven. En je ziet vooral de bovenbouw, de oudste kinderen vinden dit geweldig om te doen. En er wordt ook heel dankbaar gebruik van gemaakt. Het mooie is dat dit plein vroeger allerlei hekjes had, waardoor het gescheiden was, de katamaran en het baken. Ja. En nu hebben we samen één groot plein, waardoor er veel meer ruimte is om te spelen met de kinderen. Het is een groot geheel geworden. Ja. Nou, dan kijken we ook even naar de ingang van richting het baken. Ja. Ja, dan zien we eigenlijk, zijn het een soort kikkers die daarop liggen? Ja, dat zijn kikkers, waardoor je bovenop kan. Eigenlijk kleine kinderen kunnen er via die kikkers naar boven klimmen. Maar je ziet het, die hebben ze eigenlijk niet nodig, want ze gaan vanzelf al naar boven. Nou ja, dat maakt het heel leuk, ja. Er wordt wel druk gebruik van gemaakt en vandaag geopend. Heel veel plezier daarmee. Ja, heel veel plezier. Nou, vergeet vooral het houten speelcircuit niet, hè. We hebben ook een hele spellenlijn uitgezet vanaf de klimbomen. Via allerlei behendigheidsdingen. Dus kinderen ook een stukje evenwicht. Je ziet daar ook kleutertjes die al via die touwen een evenwicht aan het trainen zijn, zeg maar. En ook via. Het is echt een hele spellenlijn. Die hebben we bewust zo ingezet. Dus zeg maar een rustige plek, een spellenplek. En ook achterin ook vooral de voetbalplek niet vergeten. En de tafeltennistafel. Want dat moeten ze ook zeker kunnen doen. En ze moeten kunnen blijven fietsen.